was al vaker verliefd, ja tenminste dat dacht ik. Jij kwam voorbij en ik dacht wow, dat ik voor iemand als jij als een blok zo zou vallen. Dit is echt, het is geen droom. Liefde, is dit dan echte liefde? Liefde, ik wil je nooit meer kwijt. Kijkers, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van Oost-West Thuis Best. Aflevering 7. In deze aflevering ga je zien dat wij voor de eerste keer bij de verloskundige zijn. Verder ga je ook zien wat we allemaal hebben gekregen voor onze gender reveal afgelopen week. Echt superleuke cadeautjes. En we hebben nog een nieuwtje. We willen namelijk gaan verhuizen. Ons huis komt te koop en we gaan op zoek naar een nieuw huis voor ons. En daar hebben we heel veel zin in. En dat willen we jullie natuurlijk ook in meenemen en alles laten zien. Dus ik hoop dat jullie de aflevering weer leuk gaan vinden. Ik zal zeggen, heel veel kijkplezier. Wij zijn onderweg naar het ziekenhuis. We hebben de eerste afspraak bij de verloskundige, toch? Ja, eerste afspraak. Verloskundige, dat is iemand die je natuurlijk verlost van de baby. Toch? Ja, toch of niet? Ja, denk ik. En daarna gaan we naar Roermond. We gaan naar de outlet. We gaan lekker shoppen, ja. Even kijken voor iets leuks voor Mies. En even kijken voor iets leuks voor de baby. En voor de kleine. En voor de kleine natuurlijk. En voor mij niet, want ja. Er was geld op. Ja. Nee. We moeten nou wikken en wegen. Het is niet meer alles. Het is nou of en niet meer en. Oeh, oh, mijn groot licht stond aan. Oh. Ah, zo. Oké, nou, we zijn bijna op het ziekenhuis. Ik hou jullie op de hoogte. We zijn bij de verloskundige. En we gaan nou even luisteren of het hartje klopt. Het is toch bijzonder, hè? Blijft toch iedere keer weer apart als je dat hoort, vind je niet? Ja, dat is het toch ook? Ja, ik merk nu wel dat ik wel meer insuline nodig heb als ik begin had, zeg maar. Ja. Maar ja, over het algemeen heb ik laatste week eigenlijk niet echt heel erg gek uitschieters meer. Ik heb hem best wel streng gestaan en ik zit tussen 60 en 70% binnen bereik toch wel. Ik heb een pompje, dus ik krijg gewoon constant binnen en ja. Dit intense gevoel in mijn hart. Waar was jij al die tijd? Ik heb lang moeten wachten. Dit is voor mij een nieuwe start. Ja, dit is echt. Het ziet er allemaal goed uit, hè? Waar ga je naartoe? Oh, we moeten nog even bloed prikken. Of we? Ja, eigenlijk Michelle. Ik heb het bloed afgegeven. Voor? Waar is hij voor, toch? Ja, schildklier. HIV, AIDS, schildklier, suikerwaardes. Bloeddruk of zo, weet ik niet. Ja, van, echt van alles. We weten het zelf niet. En we hebben net te horen gekregen dat we even naar het gemeentehuis moeten. Want ik moet me eigenlijk even erkennen als vader. Blijkbaar moet dat van tevoren. Dat wisten we allebei niet. Of wist jij dat wel? Heb je gewoon expres niet gezegd? Nee, ik zeg lekker niks. Nee, natuurlijk niet. Nee, maar het ziet er allemaal goed uit. En ja, ik vond de verloskundige best een fijn gevoel. Ja, niet? Was gezellig, hè? Ja, was best gezellig. Mist een bakje koffie. Schatje nou weer heeft ontdekt. Aansteken. Heb ik een aansteker? Ja. Hier, schat. Gaat lopen. We hopen dat alles goed blijft gaan. Tuurlijk, schatje. Ga ik wel een pakje doen. Ik vind het wel een saai kapel. Maar belangrijk is gewoon dat we mensen binnen gaan krijgen, dat er bezichtigingen komen. Ja. En dan kunnen mensen enthousiast worden en kijken of dat past bij wat ze zoeken. Ja, kijk, het is gewoon, als je van
ja, luxe houdt en je houdt een beetje van deze stijl, want je moet wel van deze stijl houden. Het is een beetje landelijk chic. Ja, ik noem het een beetje hotel chic, maar goed, je moet er wel van houden. Ja, klopt. Dan, ja, dan is het natuurlijk wel een pareltje, want ja, het heeft me echt een vermogen gekost om dit zo te verbouwen. Ja, dat snap ik. Ja. Nee, je moet gewoon de juiste persoon zoeken. En dan zei ik, de vijver is misschien wat klein. Ja, voor jullie thuis, jullie denken, nou, waar gaat het nou allemaal over? Ik ga mijn huis verkopen. Ja, ik ga Broekhoven verlaten. We willen heel graag in een dorpje eigenlijk gaan wonen, rondom Tilburg heen. Natuurlijk ook omdat we natuurlijk gezinsuitbreiding krijgen. En het huis is, we hebben wel veel vierkante meters, maar we komen eigenlijk nu al ruimte tekort. Het is echt schandalig met 3 man, maar goed. Ja, we willen dus graag groter, vrijstaand, een tuin. En dat gaat hier gewoon niet. Dus mijn huis komt te koop, jongens. Dus heb je interesse? Ik zou zeggen, laat het weten, hè. Jullie hebben natuurlijk in de vorige aflevering onze gender review gezien. En het lijkt me heel leuk om met jullie te delen wat we allemaal hebben gekregen. Het zijn nogal wat cadeaus. Heel de tafel staat vol, zoals je kunt zien. Echt heel leuk. Ja, om te beginnen. Dit setje. Leuk, hè? Prinses. Hier een wipstoel die automatisch schommelt, zeg maar. Dit is voor de boventang, ook heel leuk. Dit is een knuffel met een Zwitserpakketje. Kruikjes met kruikenzakjes. Rompertjes. Ja, die kun je natuurlijk niet genoeg hebben. Hier, papa's kleine deugen niet. En got my drama van mijn mama. Ja, dat zou best wel eens kunnen. Of van mij kan ook wel, hoor. Dit is een heel bijzonder cadeautje. Die heb ik gehad van... eigenlijk toen mijn opa en oma hun laatste 3 jaar van hun leven hebben hun in een verzorgingsthuis gewoond. En werden ze verzorgd door natuurlijk een verzorgende. Die heet Margaret. Daar hebben wij nog steeds contact mee. En die heb ik ook uitgenodigd voor de gender reveal. En die kwam hiermee aan met een heel leuk kaartje erbij. En deze slofjes die heeft mijn oma nog gebreid in de laatste maanden van haar leven eigenlijk. Dus het is wel een heel bijzonder cadeautje. Daar moest ik ook wel even een traantje van wegpinken. Hier hebben we een hele leuke mand gekregen. Met allemaal speeldingetjes, slofjes, een microfoon. Ja, je weet nooit, hè. Misschien gaat ze ook wel zingen. Hier hebben we een leuk wat is dit? Een warmte dekentje met oortjes. Schattige. Kleine diva. Ja, dat zal het wel worden. Cadeaubonnen, altijd leuk. Zilver bestekje, ook leuk. Oh, en dit is ook een heel leuk cadeautje. Kijk nou hier. Een gouden tut. En dan zit er dit bij. We weten nog steeds niet wat het is, maar we denken dat het voor om de fles is. En schoentjes. Hoe leuk zijn die? Echt heel leuk. Dit is een setje van Margerol. Heel leuk, gebreid. Een leggingje met een truitje en een mutsje. Dit zijn nog, wat zijn dit? Overtrekjes volgens mij? Hoeslakers. Ja, die hebben we natuurlijk ook nodig. Houten puzzeltje. Pampers. Ja, die kunnen we ook niet genoeg hebben. Zwitser, pampertaart. En wat we van mijn schoonmoeder hebben gehad, dat vind ik echt een heel mooi cadeau. Kijk, dit kleine, hoe noem je dit eigenlijk? Het is geen ledikantje, het is ook geen wieg. Het is een, ik weet het niet, een klein bedje. Gewoon een babybedje. Met die prachtige aankleding. Daar zijn we echt helemaal verliefd op. Zo willen we heel de kamer gaan doen. Maar daar ga ik nog niet te veel over vertellen. Want dat is natuurlijk wel een momentje om straks aan jullie te laten zien. Maar dit is echt heel mooi. En dit is een kussen voor in de box. Dus dan kan ze er niet uitvallen hier met een mooie strik. En froezels. Een bijpassend dekentje. Echt heel mooi gemaakt. Het is trouwens allemaal met de hand gemaakt dit, hè. Prachtig. En we zijn natuurlijk gisteren naar Roermond geweest. En daar hebben we ook wel leuke dingen alvast gescoord. Die leuke pakjes hier. Van Kenzo natuurlijk, alles roze. En mijn bonusdochtertje, die wilde natuurlijk ook iets geven aan haar zusje. Dus die heeft deze gekocht. Van Karl Lagerfeld. En een leuk pakje van Hugo Boss met een haarbandje. Leuk, hè? Ja, nu begint het echt allemaal te leven. Hè? Nu kunnen we los. Met pakjes, kleertjes, cadeautjes, spulletjes. Maar we zijn hier echt al heel blij mee. We hebben natuurlijk 2 weken geleden de shoot gehad van de Beaumonde. Super gave foto's geworden. Nu hebben we het interview.
Michelle, mijn eerste interview wel te verstaan. Ja. Heb je er een beetje zin in, schat? Tuurlijk. Ja? Ja. Wat verwacht je? Ja, ik verwacht niks. Ik ga er gewoon open in. We hebben een open boek. We zijn gewoon een open boek. Kunnen alles gewoon zeggen. Dat is ook fijn, of niet? Ja, het scheelt, hè. Hoe lang kennen jullie elkaar nou? Jullie zijn 10 maanden samen op dit moment. Ja. We kennen elkaar al langer. We kennen elkaar. Het is morgen de 7e, dus 8 oktober. Nee. Overmorgen, ja. Echt? Ja. En waar hebben jullie elkaar ontmoet? Ja, hoeveel is het morgen? Morgen is 7 oktober. Wat 6 oktober of 8 oktober? Oh, dat is ook toevallig. Op de gender reveal is op de... Oh, we kennen elkaar dan precies een jaar. Nou, zo zie je. Nou, dat heeft zo moeten zijn, hè? Absoluut. Maar waar was dat? Nou, dat was in Griekenland. Ja. Ik was op een artiestenreis met Hart voor Muziek. Ja. Michelle was mee. Die was daar als gast, zeg maar. Ja. En ik was dan als artiest. En ja, eigenlijk vanaf dag 1 trokken we met elkaar op. En waren we al heel snel heel goed bevriend, zeg maar. Ja. Dat was iedere avond een avond met muziek. Dus we gingen we iedere avond naartoe met z'n allen. En toen was het eigenlijk gewoon nog vriendschap. Ja, dat snap ik. En ja, toen hebben we 10 dagen gewoon super leuk gehad. Ja, en bij thuiskomst... Was een week, hè? Een week. Mooi, het was een mooie week. En bij thuiskomst waren we nog steeds gewoon bevriend. Mm-hmm. En spraken we af en toe af, gingen we naar een feestje, of een keer uit eten, of dat soort dingetjes. Ja. Yeah. Ja, en eigenlijk begon daar na een maand of 2, 2,5, begon daar echt iets te ontstaan. Ja. Yeah. En ja, voor ik het wist, was ik eigenlijk verliefd. Voor ik het door had, ik had het zelf niet eens door, zeg maar. Heel apart. Vertel, heb je iets met kerst, wat ga je doen? 28 bomen, of zeg je nou? Nou ja, het zou er wel 2 kunnen worden. Yeah. Maar ja, ik ben wel echt van gezelligheid, vind ik heel leuk. Aankleden, ik vind het wel een hele gezellige tijd. Cadeautjes natuurlijk, samen zijn met de familie. Ik hou ook echt van kerst. Ja. We hebben natuurlijk wel allebei onze rituelen, dus dat moet nou samengevoegd worden. Wat zijn jullie rituelen? Bij mij is het sowieso altijd zo geweest op kerstavond, maar net wie er waar iets te doen had. Yeah. Eerste kerstdag altijd hier, yeah. met mijn familie. Ik heb ook een oom en tante, die hebben geen kinderen, dus die nodigen ook altijd uit. Yeah. En dan mijn zus, mijn zwager, de kinderen, mijn vader en mijn moeder. Yeah. Eten we altijd daar met z'n allen en dan cadeautjes voor elkaar en de muziek aan, borreltjes erbij, gewoon gezellig. En tweede kerstdag deden wij altijd met vrienden eigenlijk. Eerst uit eten met z'n allen en daarna de stad in, naar een cafeetje of zo. In Brabant zijn alle cafés op tweede kerstdag. Op tweede paasdag. Ik weet niet, dat is iets Brabants denk ik of zo. Ik weet niet waar dat vandaan komt. Heel zoals potdicht. Ja. Ik heb gewoon geen minuut vrij met de kerst. Mijn kerst is altijd helemaal vol. Dus jullie hebben 5 kerstdagen. Ja, dat wordt nog wel. Ik deed altijd bij mij. Dan heb ik gewoon maar 1 adres. Anders moet je natuurlijk daar naartoe. Maar ik heb er heel veel zin in kerst in ieder geval. Ja. Ik hoop dat we dan of verhuisd zijn of hier nog wonen. Maar ik hoop wel een kerst met een kerstboom en een versierd huis. Dat hoop absoluut. Ik wel. Absoluut. Ja. Wat is jullie favoriete kerstliedje? Oh, ik vind alle kerstmuziek verschrikkelijk. Echt? Ja, ik ben zo grijs gedraaid. Ja, nee. Oh nee, ik heb mijn kerst altijd mijn kerstmuziek op staan. Dat is toch leuk, dat hoort erbij. Maar ik heb niet een nummer van ik zeg van, oh ja, die vind ik echt leuk. Die zijn allemaal grijs gedraaid. Welke? Ja? Wat denk je? Ja, maar als ik die 10 keer hoor, dan word ik hem alweer beu. Ja, maar die moet gewoon bij kerst opstaan. En Wham en al die, dat zijn gewoon hits. Die horen gewoon bij het kerstgevoel, vind ik dan. Precies, als je Mariah hoort is kerst. Ja, tuurlijk. Wat moet er gegeten of gedronken worden met kerst? We zijn wel van, natuurlijk doe je iets meer je best, dan sta je langer in de keuken en heb je meer gangen. Ja. Dus voor ons is het geen stamppot of zo, moet ik zeggen, bij kerst. Nee. En jij? Wij doen eigenlijk altijd een heel soort van kerstmenu. Yeah. En dan komt eigenlijk, mijn oma maakte vroeger altijd konijn. Oh ja, mijn oma. Dus dat is wel een traditiegerecht in onze familie. Alleen ik lust geen konijn, mijn vader lust geen konijn. Dus zo zijn er nog een paar van de nieuwere generatie die dat niet lusten. Dus dat is er vanaf. Rolt op met Flappy. Ja, dat is er vanaf. Maar het is nu vooral wat we ieder jaar doen, is eigenlijk een borreltje schobbelaar. Dat was het lievelingsdrankje van mijn opa. En dat doen we eigenlijk altijd met kerst, omdat ze er niet meer zijn. Dan halen we wel flessen schobbelair en dan na het eten dan spelletjes doen met shotjes, zeg maar. Ja. Dus dat is wel een beetje een traditiedingetje geworden. Ja, leuk. Wat doen we aan met kerst? Oh ja, dat is ook belangrijk. Sowieso jurkjes. Ja. Maar ik heb echt een kerst. Jij bent wel van de pailletten en zo, toch, dan met kerst? Nou wel, het mag wel opvallen, het mag wel...
Mag wel eens opvallen, ja, inderdaad. Ja. Ik. Of ben je juist heel casual? Nee, ik heb wel meestal altijd een beetje een soort van pak aan of kobertje. Ja. Maar wel altijd met een beetje een shiny kobertje. Dus of velvet of pailletten zwart of iets. Wel iets feestelijks. Ja, snap ik. Ja. Het is maar één dag, het is maar één keer per jaar kerst, ja, natuurlijk. Precies. Maar wij zijn niet geen foute kersttruientypes in ieder geval. Ik wou zeggen, zo'n Rudolf met zo'n nee, bonnen. Ja, ik zag afgelopen jaar zie je daar heel veel voorbij komen op Insta met heel het gezin met een kersttrui op tafel zitten. Nou, dan ga je hier niet zien. Dat bedoelt ze ook niet. Ja, misschien 's ochtends bij het ontbijt aan tafel, maar verder niks. Dat is allemaal kerstpyjama. Ja. Wat hoop je te vinden onder de boom? Bij ons zijn cadeautjes echt een bijzaak. Het is niet iets dat we daar echt wensenlijstjes voor maken of echt op denken, oh, is het dit of is het dat? Ja. Nee, wij doen het. We hebben jaren gehad dat we allemaal goed verdienden en dan lag er. Kon niet opnoemen of het lag er. Ja. Maar we hebben ook jaren gehad dat het wat minder was en dan waren de cadeautjes gewoon een bijzaak, zeg maar. Dus bij ons is dat niet echt een gaat ons samen zijn. Ja. Bij jullie ook toch? Of? Ja, bij ons ook. We hebben ook niet. Ik kan me niet herinneren dat wij zeggen. Ik hoop eigenlijk dat ik dat als je kind bent, natuurlijk. Ja. Ik hoop dat er heel veel onder ligt voor ons baby. Dat zou ik leuk vinden. Ja, absoluut. Ja, voor de kinderen ook. Ja. Als ze gelukkig zijn, zijn wij er ook. Ja. Absoluut. En wat ik graag persoonlijk nog wil weten is, hoe blijf jij zo goed op gewicht? Ja, hoe blijf ik goed op gewicht? Wat doe je? Je was echt wel steviger. Ja, en nu klopt. Echt niet. Nu gewoon niet dat je skinny bent. Ja, ik denk dat ik gewoon, ik eet sowieso redelijk gezond. Ja. En ik denk dat het bij mij, ik had mijn voedingspatroon al redelijk omgegooid. Ja. Al voor die liposuctie, zeg maar. Ja. Alleen, ik had gewoon heel veel oud vet. Ja. En dat krijg je echt alleen maar weg met trainen. Okay. En dat deed ik niet, natuurlijk. Nee. Dus, ik denk dat ik eet toch wel. Ik eet toch gezond. Ik eet toch niet heel, of wel? Ja, ik eet heel gezond. Ja. En jij ook? Zijn jullie samen van het koken of helemaal niet? Ja, ik kook heel veel. Zo, ik kook bijna iedere dag. Oké. Okay. Wat is je specialiteit? Wat maak je graag? Ja, ik weet niet of ik echt specialiteit heb op één gerecht, maar ik hou wel van heel divers koken. Ik kook. Jawel, alle landen. Alle landen, ja. Ja. En alles vers. Alles geen pakjes van wereldgerechten of zo? Nee, ook niet van. Alles vers en op smaak. Dus voor mij is het wel overal heel veel. Ja, ik ben heel blij. Ja, maar dat scheelt ook wel helemaal. Ik kan heel lekker koken. Ja. Ik heb nog nooit iets op mijn bord gehad wat ik niet lekker vond. Van. Alles vers en op smaak. Dus voor mij is het wel overal heel veel. Ja, ik ben heel blij. Ja, maar dat scheelt ook wel helemaal. Ik kan heel lekker koken. Ja. Ik heb nog nooit iets op mijn bord gehad wat ik niet lekker vond. Nou, wij zijn eigenlijk nog een beetje aan het bijkomen van de gender reveal. We hebben het heel erg naar zin gehad. We zijn heel erg verrast ook eens gehad. Ja. Heel veel cadeaus gehad. Heel veel cadeaus. En de show was heel vet. En natuurlijk het heugelijke nieuws. Een meisje. Ja, Michelle die had gehoopt een jongens gehad. Nou, dat is niet helemaal waar. Ja, je had wel gehoopt. Voor een plaatje had ik leuk gevonden. We zijn eigenlijk nog met nagenieten iedere dag naar de cadeautjes kijken en zo. Ja, het is gewoon heel mooi. En verder hebben we nog iets heel leuks te melden eigenlijk. We hebben al heel lang iets in ons hoofd zitten. We willen namelijk gaan verhuizen. Michelle die zou het heel fijn vinden als we een grotere tuin hebben. We hebben gewoon geen tuin. Nou, we hebben hier gewoon een patio. Dus we zouden graag een vrijstaand huisje willen. Hoeft niet mega groot te zijn. Als we maar tuin hebben. En we zouden het heel leuk vinden om in een dorpje te wonen. Het is toch wel een beetje gemoedelijk en zo. Ook leuk om, ik vind het ook leuk om kinderen te laten groeien in een dorp. Vinden we allebei heel leuk. Dus ja, ons huis komt te koop binnenkort. Volgende week eigenlijk al. Dus, heel vlug. Ja, echt heel vlug. Nou, is nog maar de vraag natuurlijk of we het snel kunnen verkopen. Het is natuurlijk een prachtig huis met alles erop en eraan. Ja, het is echt een prachtig huis. Ja, en daarvoor willen we ook zeker niet weg. Het liefst had ik het opgepakt. En meegenomen. En ergens anders neergezet, ja. Maar goed, dat gaat helaas niet. Dus ja, ik hoop, ik heb het met heel veel liefde verbouwd toen destijds, een jaar of 5 geleden. Dus ik hoop dat we er iemand heel blij mee kunnen maken en dat iemand hier ook heel gelukkig gaat worden. Maar voor ons, wij zijn er eigenlijk een beetje uitgegroeid. Alle kasten puilen uit. We hebben gewoon geen plek meer voor niks. Jij wordt er ook helemaal gek van. Ja, ik word er helemaal gek van. Ja, alles staat op zijn kop. Dus hopelijk hebben we het snel verkocht. En kunnen we verder naar de volgende stap. En dat is dus een vrijstaand huis. Daar hebben we heel veel zin in.
En voor degenen die toevallig gisteren tv hebben zitten kijken. Ik zat in het programma Fout maar Goud. En ja, ik deed mee. Ze hebben geraden. Ze dachten eerst dat ik Ruud Gullit was. Daarna dachten ze dat ik weer een andere voetballer was. Maar ik was gewoon Roy Donders. Dus ben jij benieuwd? Heb jij het niet gezien? Blijf hangen, want de beelden komen nu. Ah ja, Robbe. Wie ben je? Bijna alles wat hij aanraakte veranderde letterlijk in goud. Mr. Guest, onthul jezelf! Aflevering 7 is alweer ten einde gekomen. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik zou zeggen duimpje omhoog. Abonneren. Volgende week weer kijken natuurlijk. En vanuit het mooie zuiden zeg ik houdoe. Dat het zo mooi kan zijn.